Hallo kijkers, welkom op mijn boerderij. En vandaag bij José Flores gaan we vandaag harvesten sojabeans. Dus vorige keer heb ik het gras gemaaid, gras opgeruimd. Vandaag gaan we de sojabeans maaien. En normaal huur ik iemand en je kan bijvoorbeeld het stro aanzetten, maar op een of andere manier met sojabeans krijg je dat niet. Ja. Dus ja, ik weet niet hoe dat zit, maar misschien. Oh, met fruit krijg je dat niet. Nou, ik zie dat. Dus daar moet je een beetje op letten. Soms kun je de strooien wel harvesten later. Maar ja, met sojabeans dus niet. Nou, laten we iemand hiervoor inhuren. Of gaan we het zelf doen? Nou, ik vind het zelf ook leuk om te doen. En daarna maak ik het veld met de trekker. Maak ik het veld weer mooi. En daarachter zei ik meteen wat ik wil. Dus dat doe ik in één keer. En ja, dat bespaart weer tijd. Ik bedoel, dan heb ik het gras al gemaaid op een deel. En het gras opgeruimd alweer. Dus dat is ook lekker. Zijn er twee mensen voor mij aan het werken op de velden van de katoen. Dus ik bedoel, daar gaan we ook weer geld mee maken. En heb je zo'n idee, wat met dit spel, waar kun je het meeste geld mee verdienen? Praten we over dieren, dan zeg ik de paarden. Dan kan je 5000, volgens mij 50 op een stuk. Ja, kopen en dan als je ze dan verkoopt kun je heel veel geld mee maken, dat klopt. Maar je moet ook heel veel tijd in de paarden stoppen. Dus ik vind dat niet zo leuk. Met paarden wel leuk, maar de tijd die ik erin moet stoppen, wil ik liever iets anders in het spel stoppen. Ik vind katoen wel een goede waar ik mee soms 70.000 en soms 150, 110. Dat hangt een beetje van de koers af hoeveel je ervoor krijgt. En ja, verder moet je gewoon doen wat je leuk lijkt en wat je bij de plezier in hebt. Je boerderij. Ik heb koeien nu genomen, want dat vind ik ook leuk. Ik wil nog schapen erbij doen en ja, blijven veel filmpjes kijken en dan zie je precies wat ik weer erbij toegevoegd heb. De paardenstal staat er nog, want ja, ik bedoel, daar ga ik echt nog wel mee door, maar eerst wil ik even andere dingetjes gaan doen. Het leukste is in dit spel, als ik eerlijk ben, dat je begint op het hardst, dan krijg je gewoon niks gratis volgens mij. Goed hè? Maar heb je meer, ja, heb je toch meer het idee dat je eerder aan hebt. Maar goed, we doen iedereen in het spel. De meeste mensen die hebben geen geduld ervoor, dus. En daarom ook zoiets van, doe lekker eens wat je zelf wil. Ik bedoel, je hebt cheats genoeg in de game. Je kan het ook zonder cheats doen. En je maakt sowieso wel geld, dus aanraders, als je land wil kopen, kijk even eerst wat erop staat. Want katoen levert heel veel geld op, dus als je een heel groot land met katoen vindt, koop het dan met planten erop en dat je ze kan harvesten. En dan kan je altijd land weer verkopen. En dat geldt voor eigenlijk voor alles. Kijk wat erop staat, denk je ja dat wil ik, dan raad ik aan, koop het met de planten erop. Of met de fruit, groenten, dus wat je zelf wil. Altijd iets op hebben, dan kan je dat harvesten en dan kan je altijd land weer verkopen om een ander landje te kopen. Want daar kan je geld mee maken. En ja, met dat geld kan je natuurlijk weer leuke apparatuur kopen. En ja, dan kan je wel weer paarden verkopen, machines verkopen, ja, lijm. Zaad en ja, alles wat je wil, omdat je denkt van nou dat wil ik graag hebben, dat
kan je halen. Wat zei je, als jullie zoiets hebben van ik wil dat ik een keer een filmpje opneem dat ik voor andere mensen zeg maar kan namelijk mensen huren je in voor dingen te doen, zeg maar, dat is ook leuk om te doen. Het levert alleen niet zoveel geld op, maar het is wel leuk om naar te kijken. En je kan ook veel meer, zoals sojabonen, je kan echt alles zijn wat je wil. En er komen steeds nieuwe dingen uit, nieuwe mods. Dus ik zag wel iets van druiven. En... maar het zit wel wat verschil tussen Farm Simulator 19 op PlayStation 4 of op PC. Ik heb het idee dat PC toch wat uitgebreider is. Wat jammer is natuurlijk. Ik bedoel... ja, PlayStation 4 willen we ook wel meer dingen. Maar ik denk dat op PC iets makkelijker sommige dingen werken. Wat op een PlayStation misschien niet werkt. En ja, daar moet je wel een beetje verstand van hebben. Want ik weet niet of dat echt zo is, maar het lijkt mij zoiets. Maar goed, ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ja, volgende keer gaan we planten. Ik weet nog niet wat ik ga planten. Maar dat gaan we doen. En dan gaan we ook de koeien eten geven en drinken. En kijken wat ze nog meer nodig hebben. Stro of andere dingen. Dus kijk volgende keer weer naar mijn filmpje. En vergeet niet te liken, commenteren en subscriben. En dan zie ik jullie in het volgende filmpje. Doei, kijkers.